Karin, hoe is de situatie daar nu op dit moment? Het is verschrikkelijk. Het is nog steeds heel, heel ernstig. Voornamelijk verderop in het noorden van Lombok. Noordoosten van Lombok is compleet geruïneerd. Alles is kapot. Geen huizen meer, maar mensen hebben ook geen spullen meer. Geen water, geen voedsel. Het is hartbrekend. Het is heel erg. Ja, kun je ons meenemen naar eerder deze week? Want ja, dat is natuurlijk ontzettend schrikkelijk geweest. En ik heb begrepen dat jij eerst zelf geholpen bent, hè, door de lokale bevolking daar. En dat je nu wat terug doet voor ze. Ja, klopt. Ik was zelf in Mentiki, een klein dorpje hier. En de lokale bevolking heeft mij enorm geholpen. Er was dus ook een waarschuwing voor de tsunami. Dus we moesten met z'n allen de berg op. En bij tijden ben ik letterlijk de berg mee opgesleurd. En ze hebben zo goed voor mij gezorgd. Zo goed voor gezorgd dat ik veilig bleef. Dus geen moment van mijn zijde geweken. En ja, daar kun je niet dankbaar genoeg voor zijn überhaupt. Daar kun je nooit genoeg voor terug doen. Maar inderdaad ben ik nu bezig met donaties aan het ophalen. We zijn nu met een team van 600 dus al bij elkaar. En we hebben Together for Lombok opgezet. Via Facebook, Instagram en nou ook net een GoFundMe page hebben we kunnen opzetten. We hebben al wat donaties mogen ontvangen, gelukkig. Dus we brengen nu water, rijst en babyvoeding. Echt de essentiële spullen naar het noorden. Want die hebben dat zelfs niet. Geen drinkwater, dus echt helemaal niks. Dus dat hebben we een aantal keer kunnen doen al deze week. En we hopen heel, heel, heel hard op meer donaties. Zodat we dat kunnen blijven doen. Want we hebben het nog niet eens over wederopbouwen. Het is op dit moment echt overleven, overleven, overleven. We hoorden net mensen die terug waren gekomen uit Lombok naar Overijssel toe. Ja, die waren ontzettend blij dat ze weer terug waren in Nederland. Ja, heb jij niet zoiets van, ik wil eigenlijk ook wel weer heel graag terug naar Overijssel? Nee, absoluut niet. Deze mensen hebben zo hard hulp nodig. Als jij al geen water meer kan drinken, als je echt zo niks hebt. Ja, daar kan ik niet anders dan, daar moet iets gebeuren als wij niks doen. We zijn natuurlijk niet al de enige die helpen, gelukkig. Maar het gebied is zo groot dat er ook zo ongelooflijk veel hulp nodig is. Dus het is gewoon meer dan nodig. Ja, tot slot, als mensen willen helpen, Karin, wat kunnen ze dan doen? Dan kunnen ze naar de GoFundMe-page gaan van Together for Lombok. Ze kunnen op de Facebook kunnen ze ook op voor Together for Lombok. Daar kunnen ze zien wat wij allemaal kunnen doen met deze donaties. Dus dan kun je ook echt zien dat we echt helpen. En echt al het geld gaat naar de mensen om te overleven. Op Instagram hetzelfde. Maar de donaties kunnen via de GoFundMe page Together for Lombok. Karin Withaar uit Nieuw-Leuzen vanuit Lombok. Dankjewel. Dankjewel.